Aanstaande zondag 15 maart heb ik een theatershow in Eindhoven, Parktheater. 22 maart in België in Genk. Voor de rest van de speellijst, kijk op de website www.salahaddin.nl. Mis de shows niet. Tot dan. Assalamu alaikum mensen. Vandaag wil ik het over een heel bijzonder product hebben wat we allemaal kennen uit Marokko. We hebben het allemaal al een keer geproefd. Zeker. We kennen lawashkiri uit Marokko, we kennen rebi jamila. Maar er is eentje die we ook allemaal in ons mond hebben gehad. En dat is de zeer bekende flash kauwgom. Flash. Deze kauwgom hebben alle Marokkanen wel een keer geproefd. Het bijzondere aan deze kauwgom is dat de smaak heel snel weggaat. Hij is heel lekker. De eerste 10 seconden dat je denkt van zo, deze kauwgom is echt gewoon, je weet. Maar wat ik vandaag wil doen is de flash test. Hoe lang blijft die smaak nou werkelijk? Na hoeveel seconden is de smaak van flash weg? De mooie verpakking, mooie gele verpakking. Hij is hard. Hij gaat nooit soepel in de mond. Hij is al. Deze heeft. Deze is zeker 4 weken in een koffer gezeten van iemand of zo. Of in de Spaanse hitte achter in een auto. Die eerste smaak is lekker, hè? Dan denk je echt van zo. Lekker kauwgom, man. Echt die heerlijke flash smaak. Nu begint het proces dat die hard wordt. Al vrij snel, hè? Hij begint nu al aardig hard te worden. Het is niet meer die lekkere zachte flash. Het is gewoon steen. Nu blijft hij ook hangen in de kiezen en zo. Hij gaat niet meer lekker door de mond. Alsof je nu gewoon echt op een schoenzool zit te kauwen. Gewoon. Oppassen met flash. Hij trekt zo vier vullingen eruit. Het is geen steamerol of zo. Hè? Of, dit is flash. De smaak begint nu echt sterk af te nemen. De smaak is nu bijna helemaal weg. Maar hij zit nog een beetje in. Moet eruit persen, hè? Zuigen op die fles. Smaak is nu weg. Savi, genoeg. Aanstaande zondag 22 maart een theatershow in Genk in België. Dus de mensen, mis het niet, mensen in Limburg. 3 april heb ik er eentje in Rotterdam. En 5 april in Amsterdam. Want ik heb dit fleskauwgompje heb ik gekregen van iemand tijdens de show. Dus hij was zo aardig om een flesnaam te gooien. Dus hierbij bedankt.